De kop is eraf, die eerste wedstrijd gespeeld. Hoe sta je dan nu hier? Ja, het is mooi om weer een wedstrijdje te spelen. Vooral voor mij, want ik heb nu denk ik 10 maanden geleden dat ik een wedstrijd heb gespeeld. Door mijn blessure en de coronatijd. Dus het is wel fijn dat ik nu weer op het veld mag staan. En voor een jongen die in de jeugd hier binnen is komen lopen, ja, dan kom je hier met een droom om ooit in die goalsvesten met het eerste mee te mogen doen. Ja, hoe voelt dat? Ja, tuurlijk. Is mooi. Je hebt het altijd voor gedaan. En, het is leuk, jammer dat er nu niet meer publiek is, maar het is zeker mooi om een keer in de goalsvesten te spelen. Nu is dat op zich nog niet eens echt heel vreemd, want de voorbereiding sluiten vaker ook jonge jongens aan. Alleen, jij hebt je contract al op zak. Dat moet goed voelen. Ja, dat voelt zeker goed. Dat is mooi. Het is bij mij misschien wel iets sneller gegaan, doordat Heracles ook interesse in mij had. Maar Twente heeft vertrouwen in mij en ik hoop dat ik dat ook mag laten zien op het veld. Denk je dat dat mee heeft gespeeld? Ja, dat ze dachten van we moeten snel toeslaan, want anders gaat Almelo met hem aan de hal? Een beetje. Niet dat ze moeten snel zijn, want Twente had ook een goed gevoel bij mij. Alleen doordat Heracles kwam, werd het allemaal een beetje versneld. Maar het is nog steeds mooi. Ga ik een heel slecht bruggetje maken, want over snelheid gesproken. Dat is volgens mij echt een wapen van jou. Ja, zeker. Ja, snelheid is een wapen van mij. Nou ja, er dook een filmpje op onlangs. Wat was precies de context daarvan? Want is personal training, doe ik in Amsterdam. En daar is meer looptraining en krachttraining. En daar deden we eventjes een 40 meter sprint met de boys die daar ook trainen. Dus had hij het even gefilmd. Nou, het ging all over social media. Ja. Mensen leuk om te zien. Ja, zeker. Nu las ik ook, toen jij tekende, dat de trainer volgens mij zei van hij kan eigenlijk de hele linkerkant bestrijken. Maar volgens mij, je bent wel echt een linksback. Ja, ik voel me echt een linksback. Maar op centraal kan ik spelen en op zich kan ik ook wel linksbuiten spelen. Maar ik wil me vooral focussen op linksback. En dat is ook de positie waar Twente mij meeste potentie in ziet. Ja, concurrentie. Dus elke positie moet dubbel bezet zijn. Zeker. Dat is ook goed waarschijnlijk. Hoe zie je jouw kansen in wat dat betreft? Mijn concurrent is ook een goede speler. En we gaan allebei gewoon hard trainen. En we kijken wel wie in de basis komt. Maar daar maak ik me niet zo druk om. In die zin, ja, allebei nieuw. Jij zat hier al in de jeugd, maar bij het eerst zijn jullie allebei nieuw. Ja. Als je jullie tegen elkaar afzet, wat als type spelers, zet jullie eens tegen elkaar af, laat ik zo zeggen. Maar op zich zijn we wel een beetje hetzelfde type speler. Ik ben mijn kwaliteit is dan een beetje snelheid. En Gijs is het net een back die er ook veel overheen gaat. Veel assisten, veel goals vorig seizoen. Dus op zich zijn we wel hetzelfde soort spelers. Mm-hmm. Ja. Nu ben je dus nog wel heel jong en je hebt ook voor meerjarig contract getekend. In hoeverre heb je dan al voor jezelf wel een bepaalde druk om al te slagen, zeg maar? Of dat je zegt van ja, ik. Of heb je dan dit jaar zoiets van, nou, ik heb ook wel even de tijd om het rustig op te bouwen? Nee, ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk minuten maken in de Eredivisie. En natuurlijk wil ik gewoon een basisspeler worden. En dat probeer ik ook te halen dit jaar. En als dat niet lukt, probeer ik gewoon zoveel mogelijk minuten te maken. En dan zien we het wel.